Als iets je dierbaar is, dan ga je daar als het goed is voorzichtig mee om. En let je erop dat anderen dat ook doen. Maar geldt dat overal? En voor iedereen? Dat waardevolle dingen beschermd moeten worden, dat snappen we allemaal. Bescherming tegen vaak goedwillende, maar soms misschien iets te enthousiaste liefhebbers. Tegen boze invloeden van buitenaf. Tegen mensen die soms niet helemaal beseffen hoe kostbaar iets is. Of tegen duistere sujetten die dat maar al te goed doorhebben. Maar kunnen de gewone beschermers wel onder alle omstandigheden hun werk doen? Werken de geëikte methodes voor alles wel even goed? Want hoe benader je ongenode gasten? En met welk materieel ruk je uit om een bever te beschermen? Of een boom? Of een zandhagedis? Natuur vraagt om een andere aanpak. Om specialisten. De beschermer van de natuur heet de Groene Boa. Buitengewoon opsporingsambtenaar.